Zo mensen, aangekomen bij Theo. Theo heeft deze Golf 1, dat is een 1100. Super mooi ding. En die heb je al jaren, zoals nog meer golfjes die hij vroeger had, maar ondertussen ook wat verkocht. Want ja goed, je wordt wat ouder en je moet het ook allemaal maar bijhouden en bekostigen. Dus ja, ik ga even een onderhoudsbeurt doen. Theo levert zelf natuurlijk de onderdelen, want Theo is de eigenaar van de VW Webshop. Dus alle spullen zijn te krijgen via vwwopshop.nl. Dus ik ga die spulletjes even monteren. Het is wellicht even leuk om even te laten zien. Het is echt een super mooie auto, BBS Rennsport E50. En ik heb me laten vertellen dat dit de echte zijn. En dat is te herkennen. Kijk, dat is niet helemaal glad. Je hebt twee versies gehad van Porsche. De eerste serie, dat was deze. Die zijn onbewerkt eigenlijk. En de nieuwere series, die waren glad. Dus dit is echt oldschool en super dik natuurlijk. Nou, het kleurtje is ook gewoon echt super mooi. Oh, deze kant zit dicht. Gaan we via de andere kant. Dit is het motortje in kwestie. Kijk eens jongens, wat een mooi dingetje. Het is een beetje donker. Hij heeft 98.000 kilometer gelopen. Ja, echt super. Wij gaan vandaag een beurtje doen. Theo heeft van allerlei spullen geregeld. Allerlei sensoren, oliedruk, koelwatertemperatuur, waterpompie, distributieriempje, oliefilter, brandstoffilter, een carburateurrevisiesetje. Dat wordt nog even spannend. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ik moet even kijken of dat... Of dat lukken wil, nieuwe bezietjes vanzelf. En hij heeft voor zichzelf een mooie kar gekocht. Hey. Goed voor elkaar hoor, lekker sleutelen. Dus ja, dat is allemaal prima voor elkaar. Straks even kijken of we distributie ook kunnen doen. We krikken hem iets op zodat we de koelwater alvast kunnen aftappen, want de waterpomp wordt ook gedaan. Nieuwe rode verdeelkap komt erop met kabelset. Nou, die carburateur, remvloeistof moet ik verversen. Nou, dan moet ik nog even een apparaat verkopen, want dat, misschien is dit wel het omslagpunt om dat even te gaan doen. En een kleppendekseltje lekt wat olie, kijk. Dat rubber, dat hard gewoon uit in de loop der jaren en dan gaat het zweten. En in dit geval zweet het op het spruitstuk. Dus dat geeft een verschrikkelijke bende. Ik ga even rommelen, jullie horen zo weer even. Ome Theo is eventjes andere boezietjes aan het halen. Dus hij had de verkeerde besteld. Grap is een beetje. Kijk. Misschien dat jullie nog wel weten uit je brommetjes tijdperk. Of misschien ook niet. Maar kijk. Dat kontje kun je eraf draaien. Normaliter. Maar bij de boezies die Theo had besteld niet. Dus dan passen ze niet in je boeziekabels. Dus nou moeten we eventjes langs de automaterialenzaak. Want ja, als we dat moeten bestellen, dan zijn we nog een tijdje onderweg. Bougiekabeltjes heb ik eventjes vervangen. Dat is wel grappig om te vertellen. In de monteursopleiding leer je de ontstekingsvolgordes van allerlei motoren. Ik weet ze niet allemaal precies hoor. De ontstekingsvolgorde bij deze motor is 1-3-4-2. Maar al met al, als je deze kennis niet in huis hebt, dan is die niet zo erg. Je moet gewoon eigenlijk kijken en kopiëren, knip en plakken. Belangrijk is ook wel om te weten. Kijk, hier zit het. Dat puntje. Hij is eigenlijk rondom gelijk, behalve hier. Hier zit een extra stukje in. Nou, dat extra stukje hier ook. Dat kan maar op één plek zitten. Dat zit bij een clipje. Dus het zit boven of het zit onder. En in dit geval zat het boven. Dus de rode verdeelkap kan maar op één manier. Hoe vet is dit trouwens? Deze overigens trouwens prachtig. 42 graden volgens mij. En wel een beetje roest natuurlijk. Maar 100% origineel nog. Hè? Hoe bestaat het nog? Dat je gewoon een auto hebt van 40 jaar oud die er zo uitziet. Ja, ik vind het machtig mooi. Maar kijk, gewoon een stalen distributiedeksel. Daar met een boutje, hier met een boutje. En daaronder een boutje. En die... Hier dus gewoon zo. Hoppa, die trek je er zo vanaf.
Heerlijk. Niks geen gelul met kunst of clippies. Machtig mooi. Hey jongens, daar zit een V-merk. Dan gaan we de distributie heen draaien. Theo komt even om het hoekje kijken. Ik vertel net Theo hoe mooi dit in elkaar zit, jongen. Thanks, man. Dus daar draaien we even heen. En ik denk dat we dan even kijken waar de spanner zit of hoe dat opgespannen raakt. Dan moet ik even achteraan gaan. Ik denk via de waterpomp. Er zit hier een sleufgat achter. Kijk daar al. En vermoedelijk kennen we dan via de waterpomp. Die moet je dan verdraaien. En zo draai je je distributie of spanning. Zo jongens. Waterpompie. Ik weet niet precies wat het is, maar dit zit erin. Of ze er ooit een pil in gegooid hebben of zo. Snap je? Om een lek te dichten. Nou, die heeft het waterpompje vervangen. Die zit daar. Kijk mensen. Nieuwe pomp. Is wel even handig om te vertellen. Er zitten sleufbanen zitten erin. En die sleufbanen. Het hart van die pomp is excentrisch. Die zit uit het midden vandaan. Dus als je hem monteert en je draait hem, dan verdraait het tandwiel. En dat tandwiel zorgt ervoor dat je je distributieriem spant. Dus dat is natuurlijk super handig. Het is old school, maar het is gewoon lekker simpel. Geen spanners, geen loopwieltjes, geen looprolletjes. Gewoon lekker. Ja, gewoon lekker. Dus ja, dat is echt super handig. En kijk nou toch. Oh, ik vind die wielen zo dik, jongen. Als ik het geld had, had ik ze gekocht. Nee, even zonder grappen. Dit soort velgen, als je gewoon online kijkt en zo. En als je ze ook kan vinden, dat zit gewoon een beetje... het zit gewoon rond de 4.000, 5.000 euro voor een setje. Dat is echt bizar. Niet van mij weggelegd. Maar goed, Theo heeft ze destijds denk ik ook gekocht. Nog in de goede tijd, want alles wat schaars wordt en zeldzaam, dat kost heel veel geld. Dus, het zijn super dikke wieltjes. Distributieriempje zit erop. Het is altijd een beetje op gevoel. Ik heb hem nu twee keer geroteerd. Kijk, merkteken daar staat goed. En merkteken daar staat goed. Waterpompje zit de sleufgaat in. Je kan er achter een schroefdraaier erin steken en dan kan je hem iets verdraaien. En het is een beetje op gevoel, maar je mag ongeveer op de langste kant. Mag je hem niet verder als een kwartslag kunnen tornen zo. Dat is een beetje de... Weet je, de standaard. Dus gaat prima. Dichtbouwen en kleppendekseltje doen. En dan gaan we de volgende keer gaan we de kartenpan doen en de olie shit en zo. Dus voor nu is dit allemaal prima. A little longer than a few minutes later. Mensen. Nou, weer terug bij de golf. Vanmiddag even bij Theo geweest om zijn golfje even te helpen met het beurtje geven. Ja, te helpen. Ja, maar hij kan het zelf niet. Dus ik heb alles maar gedaan. Maar dat maakt niet uit. We zijn nu weer bij de golf. Ik wil jullie nog een paar dingetjes laten zien. Ik ben zelf echt heel tevreden. Ik hoop dat het straks gewoon plug and play is eigenlijk. Hè? Dat weet je ook nooit natuurlijk. Kijk jongens. Deze is mooi ingebundeld. Ik had wat te kort lengte. Hij zat tot hier ingetijpt. Dat is voor mijn gaspedaal, dit stekkertje. Hij zat hier, dus ik heb hem even wat meer losgehaald. Nu hebben we even wat meer lengte. Zien jullie dat? En die kaalboom gaat toch hier tot hier naar binnen toe. Dus misschien dat we daar nog even een mooi machette mee maken straks. Deze stekkers die moet ik nog even aan elkaar trekken. Want die ken ik, door deze gaatjes hieronder te houden. Hier. Zodat het in de waterbak terecht komt. Achter de rembracht langs leek me mooi. Hier heb ik een dikke ribbelpijp omheen gedaan. Voor stevigheid. Deze halen we straks even los. En dan komt deze komt hierin te liggen zo. En dan wil ik hem eigenlijk aan dit boutje hier ook. Lampje. Aan dit boutje hier ook. Dan wil ik hem misschien beugelen met zo'n... Snap jullie wat ik bedoel? Of misschien wel aan het boutje achter, die. Dat hij mooi even in een klem zit. Nou goed, dit was een extra bonuskabel. Ik weet niet meer waarvoor die was. Maar misschien is dat de oliedruk geweest. Dit is de startdraad. Die ziet er een beetje etterig uit, maar goed. Achteruit rijden. Naar de rest. Nu komen we bij het volgende. Oh ja, kijk. Nog even olie hoge druk, lage druk. De labda, die gaat zo die kant om. En waar ik nu nog even mee zit.
Oh, jongens, dat is deze kaalboom. Kijk, hier ook. Omdat het gaskleppenhuis natuurlijk hier boven die dynamo zat. Nu komt het gaskleppenhuis hier boven bij het oog in deze lijn. Moeten we de stekker. Dit is de. Voor mij is dit de luchttemperatuursensor. Die moeten we omleggen. En. Even kijken, jongens. Oh ja, en deze. Dat is voor je gaskleppenbediening. Dus die gaan we eventjes hier uitpeuteren. Gaan we zorgen dat die andersom komen te liggen. En dan komt er al goed kleur aan. Ik ben tevreden, dus dat is mooi. Zo, nou, zit erin. Daar achterlangs. Hier onderdoor in een dikke ribbelpijp. Daar tussendoor, vond ik wel zo mooi. Temperatuursensor. Hier onderlangs. Dit komt in een lus weer terug. Dit komt straks hier te zitten in een galerijtje. Wat ik nou moet omdraaien. Deze stekker die zit hier ook. Daar ook, zien jullie dat? Daar. Die stekker is deze kant op gegaan. En hieronder het bungeltreintje. Die komt hierop. Dus die loopt even anders. En voor de rest is de bedrading goed hetzelfde gebleven. Nou, hier nog een zootje benden. Dat moet straks naar binnen gepropt worden. Kan ik dat daar ook gaan aansluiten? Nee, gaat wel lekker. Ook even, het is allemaal leuk die draadboom aanpassen. Kijk wat een bende je ervan krijgt, joh. Zo. Dus ik ga eerst maar eens opruimen. Lijkt me ook handig. We gaan eventjes de stekkers van de motorcomputer uit elkaar halen. Die kun je opdelen. En dan gaan we die proberen door een gat heen te krijgen in het schutbord. Zodat we de stekkers van de motorcomputer in de waterbak hebben bij de parafan. Kijk, er zitten diverse clips zitten er. Er zit dit brugje met het vinnetje. Dat zit hier bovenop ergens, dat pulletje eraf. Dan trek je hier aan de zijkant, waar die gaatjes zitten. Daar trek je deze grote slede uit vandaan. En aan de andere kant, hier ook, die kant zit ook een palletje. Dat is die. Die trek je er ook uit. En dan kan je dus gewoon je stekker opdelen. Ik ga even mieren. Jullie gaan even meekijken. Van tevoren altijd even een foto maken. Of opschrijven. Opschrijven is nog veiliger. Kleine taripjes gehad. Kiek. Die passen er prima mee. Zo, nou, één gedaan. One to go. Nou wil ik niet te vol doen over mezelf hoor. Nee, ik heb toch iets gemaakt jongen, hé. Nou, ik had het voorheen ook al zo, maar ik heb even 2.0. Ik vind het echt super, super leuk. Kijk. Die bekabeling hier, die loopt natuurlijk buiten langs. Mijn ABF had hier alle motorbedrading, liep hier allemaal langs. Nou, plus, min, ruitenwissers, die gekleuren. En dit nog een massadraadje voor het een of ander, ik weet niet meer precies wat. Kijk, staat hier nog op. Dit is de klaksondraad. Noot. In ieder geval, ik heb hier mooie beugels gemaakt van geanodiseerd aluminium. Even haaks omgezet. Dit is een holle koker, dus aan de binnenkant zie je daar niks van. Ik heb het ook goed, ik zal hier nog een keer de verf spuiten tussendoor houden. Even goed vol baggeren met tactiel. Maar
heb isolerend schuim. Dit spul, kijk, plakschuim. Even denken, 20 breed, ik meen 10 hoog. Dat heb ik erin gelegd, zo gezegd, zodat je, ja, dat het een beetje isoleert. Niet dat je plus doorslijt op die aluminium steuntjes, dat zou een beetje lullig wezen. Dus nu gaan we deze bekabeling even verder opbinden en dan is het helemaal mooi. Ik ben een plaat aan het maken, jongens. We hebben hier een kastje. En zoals jullie kunnen zien zit er een driehoekachtige vorm op het kastje hier. En ik ga nu een plaat maken in de vorm van een driehoek, kijk. En dan verlengen we dit nog een stuk, zodat ik het kastje kan ophangen aan het schutbord. En dan bij dat schutbord doen we gelijk de massa, doen we ook daaraan vast. Dus dan hebben we alles in één klap. Zo mensen. Nou, zeker in de kast. Dan hebben we nog een paar dingetjes. Dit is de snel-NCL, die moet op de W-stekker. En die W-stekker die komt daartussen. Alleen die stekker heb ik niet meer. Oh, daar word ik echt moe van. Maar ja, dat is even niet anders. We hebben hier nog een plus. Die gaan we hierin steken. Even kijken wat beter uitkomt. We hebben hier een plus. Waar is die andere ook alweer? Is dat deze? Ja. Kijk qua lengte wat het mooiste uitkomt. Yo mensen. In mijn vorige vlog meldde ik jullie op het eind dat ik zei tot morgen. Dat was ook de intentie. Ik ben die dag erop, zoals jullie in deze vlog aan het begin hebben kunnen zien, ben ik naar Theo geweest. Theo had een golfje 1 waar even wat aan moest gebeuren. Dus nou, dat heb ik even gedaan. Even meegeholpen. Maar goed, toen zou ik dat filmpje gaan posten op deze, op die dag. En daarvoor had ik op VW Forum via Facebook had ik mijn eerste deel van de draadboom uitdunnen van het filmpje had ik gepost. En toen reageerde Stefan Roesink. En Stefan Roesink zei mij, joh, het is leuk dat je het allemaal zo doet en het ziet er goed uit, maar je moet eventjes die en die pin op die aansluiting zetten. En nou goed, ik Steven even gepm'd, je weet hoe het gaat. Eventjes buiten de discussie om eventjes persoonlijk contact. Nou ja, Stefan gaf allemaal tips en dat is dan toch altijd weer even moeilijk om dat een beetje op je netvlies te krijgen, zo gezegd. Hè? Helemaal als je er niet helemaal 100% in zit. Je kan het niet alles in één keer leren natuurlijk. Maar goed, het kwam erop neer, ik had geen stekkertjes meer. Nou, zo Stefan, die heb ik wel. Joh, kom maar halen. Maar ja, Stefan woont 1,5 uur bij mij vandaan. Dus ik zeg, nou, ik heb een beter idee. Ik zeg tegen Stefan, ik neem gewoon mijn kabelboom mee. En dan kom ik jouw kant op. En dan knijp ik die stekkertjes eraan. En dan moet jij even zeggen welke draadjes ik waarin moet steken. Ik ben er volgens mijn eigen weten, ben ik van 90% heb ik de draadboom goed. Maar ik zie het niet als een zwakte als je niet alles zelf kan. Ik bedoel, je moet een beetje dingen gesteund krijgen van bepaalde mensen en gegund. En een beetje netwerken en kennis opdoen is absoluut niet verkeerd. Dus we gaan gewoon eventjes naar de grootmeester toe. 500 meter de rotonde bij de eerste afslag verlaten en de N307 verder volgen. Allemaal leuk van navigatie, maar ze lullen altijd zoveel. Dus dat gaan we even doen. Het is richting Raalte, achter Zwolle, 1,5 uur rijden voor mij. Maar goed, dat maakt mij niet uit. Neem de eerste afslag. Heb je er weer. Over 350 meter rechts afslaan. Dit is toch zo'n mooie omgeving, jongen. Ik heb hier met de vrachtwagen ook al veel gereden hoor. Zwolle, Raalte, die kant uit. Maar kijk, hier zal ik toch maar wonen. Hè? Supermooi. Mooie omgeving. Dames die hardlopen. Ook dat goed om te zien. Nu rechts afslaan. Kanaaltje. Ik krijg echt een toeristische route, jongens. Helemaal binnendoor. Nee, supermooi. Dit is echt wel een droom hoor, hè, om zoiets te hebben. De loop van de weg voor 900 meter volgen, alstublieft. Het is misschien een beetje overbelicht allemaal, maar ik hou ervan. Dus nee, hier straf je mij niet.
eerste tijd van Roesing geweest. Geweldig gekozen. Echt mooi man. Lekker spontaan, zo gezegd. En ja, fijn dat er mensen nog zijn. Gewoon ook je willen helpen, weet je wel. En net wat je al zei, je was mooi begonnen. En het had kunnen werken allemaal zoals ik het aangesloten had. Maar er zijn toch nog een beetje een paar tips en tricks van de meester, zo gezegd. Als je kijkt op de website a2resource.com, dan vind je ook diverse VW-beschrijvingen en omschrijvingen. En als je dan gaat naar zekeringkasten en dan de ZE2-zekeringkast, waar wij dus mee te maken hebben, dat zijn de zekeringkasten met vierkante stekkers, dan staat daarin dat je op sommige stekkers, pinnetjes, er staat er, ik noem het pin-out fuse of pin-out with relay, weet je wel. Dan weet je dus gewoon dat het een uitgestuurde spanning is via een relais of via een zekering op het zekeringkastje. Dus zo kun je bepaalde dingen net even mooier laten lopen. Een luchtmassameter, die voeding is hetzelfde als de voeding van je brandstofpomp. Dus die kun je dan erbij zetten, over dat soort dingetjes. We gaan er straks nog even dieper op in. Kijken of ik het nog een beetje kan navertellen zoals... Want die man die begint te stekkeren en ik sta maar een beetje te kijken en ik hoop dat ik het allemaal een beetje onthoud. Dus we gaan het straks nog eventjes goed bekijken. Maar ja, ik ben echt super blij, super tevreden. We gaan nu lekker richting huis. We rijden nu bij Zwolle. Ik ga nog even langs de Bresan hier in Zwolle. Eventjes nog wat... Wat bedradingstape scoren, dat ik het even mooi kan inwikkelen nog. En dan gaan we lekker naar huis toe. A few moments later. Mensen, even tussendoor. Ik had, kijk. Ik had een mooi ledlampje gekocht. 150 watt. Ik moet even afwerken hoor. Even een keurig netjes draad langs. Hij zou 1500 lumen. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb hier de doos. Het is een floodlight, dus heel veel licht. Oh ja, 15.000 lumen. 64 Kelvin, dat is, voor mij is het daglicht wit. Maar 150 watt LED, dat betekent 1500 watt vergelijkend met een bouwlamp. Nou, gaan we nu de hoofdstroom even aanzetten. Bam! Yeah! De tering, wat een licht jongen, hé. Ik denk dat de vlog wel ten goede komt. Oh, lekker man. Ik denk dat we er nog eentje moeten gaan kopen. Niet nu. We willen een meter of vijf een verdiepingsvloer maken. Dus van hier tot daar. Ongeveer op hoogte van deze richel. Dat zal 220 wezen. We willen een verdiepingsvloer maken van links naar rechts. Waar we al die rommeltjes op kunnen zetten, zodat we hier de vloer vrij houden. Je ziet het, mijn vader zijn Volvo staat even binnen. Moeten we ook wat aan doen. Ja, gewoon een grote auto, weet je wel. Dus dan houden we ruimte open voor extra dingen. Maar dat komt nog. Voor nu gaan we eventjes verder met de draadboom monteren. Die hebben we, ik ben gisteren naar Raalte geweest, naar Stefan Roesink. Stefan, top voor je hulp, jongen. En Stefan zegt, joh. Je doet het goed, maar er zijn toch nog een paar puntjes op aan te merken. Dus hij had in feite gelopen zoals het aangesloten zat. Maar Stefan die heeft met zijn expertise nog even net wat dingetjes anders gedaan. Bepaalde signalen die ik op een constant plus had, die had hij dan weer via een relais. Het werkt allemaal hetzelfde in principe, maar het is net even beter. En ik heb geen zwevende relais meer, of zekeringen nu. Nu zit alles gewoon aangesloten via de originele stekkers. Even een klein beetje laten zien wat er... Kijk, hier zitten nog wat draden extra bij. Ik ga er niet te ver op in, want op internet is genoeg te vinden. En zoals ik heb het ook kunnen vinden op internet. En wat er dan niet klopt, bij mij, nou, dat heb Stefan eruit gefilterd. Maar als jullie willen, ik kan altijd even via Facebook zoeken naar Stefan Roesink. En ja, die jongen is gewoon keigoed. Nou, dit wordt nog een plus, die moet ik zelf even solderen. Dat wordt de enigste plus buitenom. Die komt op de Z1, onder op de zekeringkast. En die schakelt via een relais.
Dus er zit geen zekering tussen. Maar goed, als je sluiting zou hebben, dan knalt dat relais knalt gewoon stuk. Dus dan, dat is ook een soort van zekering, hè? Zo zult het maar zien. Dus ja, Steven had nog even kijken wat hij ermee gedaan. Waar ligt het? Oh ja, even twee mooie massatjes gemaakt. Dus een dikke shout-out naar Stefan. Super voor elkaar. We gaan deze terug monteren. En dan denk ik, probeer ik ergens volgende week te kunnen starten. Ik krijg mijn turbopiping, als het goed is, maandag kan ik die ophalen. En dan kunnen we die in de loop der week mooi in de verf zetten. En dan kunnen we dat het weekend gaan monteren. Waarschijnlijk gaat mijn maat Arjen even helpen, want we moeten nog even aandrijven als ze natrekken. Dan moet er iemand op de rem gaan staan. We moeten nog eventjes de... Oh, je motorkappen monteren. Gaat ook net even niet in je eentje. Dus daar komt Arjen even bij helpen, dus dat wordt vast gezellig. Zo, draadboom weer door dat gat heen. Straks die stekkers nog even door deze gaten heen prikken. Maar het verhaal kennen jullie wel, dat hebben jullie al gezien. Wat ook nog even een tipje is, wist ik ook niet, hoorde ik. Die geef ik even gratis weg, jongens. Hier zitten drie grote zwarte pinnen. Hier, één bronskleurig, koperkleurig 2 en waar die derde in zit. Nou, dit is spanning na contact geschakeld via een relais. Dit blokje zat er bij mij op. Toen dacht ik, nou, dat heb ik niet nodig. Maar dat moet wel blijven zitten. Want dat is een doorverbinding voor de, ja, moet zeggen, er lopen een soort van... zeg maar dat er drie grote stroomkanalen lopen. Een grote stroomkanaal voor galerij 1 relais, een kanaal voor deze en een kanaal voor de zekeringen. Het zijn een soort van strippen die door de hele breedte van de zekeringkast heen lopen. En met deze brugje die strippen, dus dan komen alle plussen komen samen, waardoor je meer kracht in de vorm van stroom, waardoor je meer kracht kan overbrengen op bepaalde zaken. Doe je hem er niet in, heb je kans dat bepaalde relais niet werken, niet schakelen of dingen stuk branden. Wat ik goed onthouden heb, ik heb een relais 30. Daar schijnt ook een 32 in te kennen. Of een 196. Dat ligt een beetje aan wat de toepassing je allemaal gaat gebruiken. Ik heb aan een 30 genoeg, begreep ik. Nou goed, ik ga de zekeringkast er terugplanten. En dan is je helemaal mooi. Zo mensen, dat was hem weer voor deze keer. Wat ik al zei, de vlog is even anders geworden. Mede omdat we natuurlijk naar Stefan Roesink gingen. Het is allemaal wat opgeschoven. We zijn na drie dagen verder. Maar goed, dat maakt niet uit. Achter mij, zoals jullie kunnen zien, het draadboompje ligt er weer in. En hij zit beter dan ooit, dus dat is ook wel gunstig. Hier moeten we nog doorverrubbers opzetten, of plaatrand. Sorry. Plaatrandrubbers. Luchtmassameter zit er eventjes aan, met het stekkertje, maar eventjes het open filter erop, want die originele filterbak die daar ligt, dat wordt toch nog wel even wat lastig om dat hier te doen. Dus ik denk dat ik misschien wel zo blijf rijden, voorlopig. Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. In de zekeringkast binnen zit het ook een stuk beter. Dus daar ben ik ook erg tevreden mee. Dat kastje is nu weg, dat scheelt ook weer een hoop ruimte. Ook weer mooi voor het clean effect. En volgende keer gaan we even een stofzuigertje langs trekken. Even die troep allemaal weghalen, weet je wel. Gewoon een beetje schoonmaken. En we gaan volgende keer gaan we het kleppendeksel spuiten. En de intake gaan we in de verf zetten. Plus de turbopiping, die ga ik morgen ophalen als het goed is. Dus het gaat allemaal lekker. Dus voor nu wil ik jullie graag bedanken. Nogmaals, voor kabelbomen even Stefan Roesink contacten. Super aardig kerel. Doet echt een vakmannetje. En hij heeft nog wat vrienden die ook daarin thuis zijn. Dus dat is ook... Je hoeft niet bang te wezen dat het niet lukt. Voor nu bedankt. Graag een duimpje als jullie het leuk vonden. Dat is goed voor mijn kanaal. Dat groeit hier lekker. Ik heb er alweer, 7 abonnees bij sinds deze week. Dus... dat is echt super leuk. En mede doordat ik op het VW-forum een post deed waarin Stefan Roesink ook antwoordde. Zo is de bal een beetje gaan rollen over de draadboom. Voor nu bedankt. Abonneren is helemaal te gek natuurlijk. Kost niks. Gewoon even op abonneren klikken.
En dan zien jullie iedere keer weer een update van wat ik aan het doen ben. En als je op het belletje drukt, dan krijg je een melding van dat wanneer er wat weer online is. Ik zeg, wees een beetje lief voor elkaar. Zet hem op. En tot de volgende.